Ja, ik was toen nog wel heel erg klein, dus ik heb een jaartje nog de onder 12 nog een keer extra gedaan voor het tweede jaar. En ja, vanaf daar elk jaar doorlopen eigenlijk van de jeugdopleiding van AZ. Echt van de onder 12 tot jong AZ. Ik heb in onder 14, onder 15, onder 16, onder 17 en onder 18 ook heb ik voor Oranje Jeugdelftal gespeeld, zeg maar. Oké. Dus daar heb ik ook wel echt mooie wedstrijden mee kunnen spelen. Oké. Je hebt echt veel goede spelers nu ook. Bijvoorbeeld Tom Haaien, die heeft lang bij ons meegetraind in de voorbereiding om Oh fit ja? te blijven. Maar dat is ook gewoon, ja, als je daarmee traint, dat is gewoon echt kwaliteit. En dat soort spelers zitten daar nu in de selectie. Dat is gewoon echt, Ja. ja, dat is echt mooi. Ja, er is bij mij nog niet echt iemand toegekomen. Ik heb wel contact nu met die party gehad van Nederland. Oké. Hello guys, apa kabar dengan kalian semua? Welcome back to my channel. Welcome back to Obri, obrolan ringan dengan Yusa Nugraha. Nah, di video kali ini aku mau Obri bersama pemain yang juga sering di request dari kalian. Aku udah lama berusaha kontak dia, tapi sayangnya waktu itu belum dijawab. Dan akhirnya, minggu yang lalu, dia menjawab DM aku. Dan dia mau Obri bersama aku. Nah, pemain ini sering sekali menjadi langganan di timnas Belanda di juniornya, jadi dari U15 sampai U18, dan dia saat ini masih berumur 20 tahun dan dia sudah bermain di Jong AZ. Nah, nama pemain ini adalah Sam Dekkers. Jadi aku akan call dia dan semoga dengan video Obriku kali ini kalian bisa mengenal Sam lebih baik lagi. Sebelum aku mulai dengan Obrinya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dukung channelku juga agar aku bisa tembus 1 juta subscriber di akhir tahun ini. Dan sebelum kita mulai dengan Obrinya, kita juga akan lihat video-video highlightnya. So, roll the clip.
Hallo. Hi man, ik wacht op beeld. Zie je me? Ja, ik zie je man. Hi. Ja? Mooi, mooi, mooi. Hoe gaat het? Ja, gaat lekker man. Gaat top eigenlijk wel. Mooi, mooi, Met mooi. jou? Met mijn ogen, man. Met mijn ogen goed. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Je bent thuis? Ja, ik ben thuis man, op mijn kamer gewoon. Had je getraind of heb je vannacht vrij? Ja, ik had vanochtend getraind. We hebben vrijdag weer een wedstrijd. Oké, vrijdag. Tegen wie spelen jullie? Tegen FC Eindhoven. Oh, FC Eindhoven. Ja. Ja, dat is een keukenkampioendivisie is dat. Ja, klopt, klopt, klopt. Gaat goed met het seizoen? Ja, ik speel nu nog niet alles. Ik ben aan het concurreren. Ja, Dus oké. ja, ik heb nu de helft van de wedstrijden gespeeld, zeg maar. Dus Oké. ja, het gaat niet slecht, maar het gaat ook nog niet zoals ik het helemaal wil nog. Oké, man, is goed. Nou, leuk je te ontmoeten, man. Veel supporters die requesten vaak, ja, om jou te interviewen, zeg maar. Dat ik jou interview. En ook van de Instagram van pemainkatrunan.id. Misschien dat je van hun ook gehoord dat ik je wou interviewen. Van wie? Pemainkatrunan.id. Oh ja, die hebben me gedM'd volgens mij. Ja, Zodat ik DM klopt. kon openen. Ja, klopt. Dus daarom, man. Dus leuk dat je de interview wilt doen en dat je tijd hebt. Zeker. Je speelt nu bij Jong AZ dus. Ja, bij jongens uit, ja. Oké. En hoe lang speel je al bij AZ? Dit is nu mijn 11e jaar. Dus ik zit Oh, nu wel oké. al een tijdje bij AZ, zeg maar. Ja, Ik ja. ben op mijn 10e ben ik dan bij AZ gekomen. In de onder 12 en toen steeds verder, zeg maar onder 12, onder 13, onder 14 enzovoort. Ja. En dit is nu mijn derde seizoen dat ik in jong zit. Jongens Oké. zit. En in welk positie speel je? Ja, ik ben eigenlijk een rechtsback. Oké. Maar ik speel nu al een paar jaar veel op linksback ook. Oh. Omdat dat vind ik ook wel fijn. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon rechts en linksback. Ik heb niet per se echt een voorkeur of zo. Is niet anders, zeg maar, het gevoel van spelen of? Jawel, jawel, het is sowieso anders, maar ik denk dat je op de linkerkant voordelen hebt die je op de rechterkant niet hebt. En Oké. andersom. En wat vind jij de voordelen, zeg maar, als je op links speelt? Op links, ja, je hebt altijd zeg maar, ik heb mijn rechterbeen aan de binnenkant. Oké. Dus dan kan ik naar binnen dribbelen of mensen uitspelen of makkelijker de as in spelen, zeg maar. Ja. En op rechts is het dan wat meer ja, naar voren en overlaps maken en dat soort dingen. Yes, klopt. Je bent zelf rechtsvoetig of beide benen? Ja, ik heb een prima linkerbeen, maar ik ben wel rechtsbenen. Ah, oké. Ja. Ik speelde ook op rechtsback, man. En soms, ik had ook op linksback gevoetbald en het was een beetje anders, vond ik. Ja, Dus, snap ik. Het is sowieso een beetje wennen. ja, klopt. In de competitie, welke plek staan jullie nu? Wij staan nu 10 in de competitie. Oké. Maar ja, het seizoen is nu net begonnen, dus alles is nog een beetje dicht bij elkaar. Dus ja, zeg maar, als wij nu winnen, dan kan je in één keer weer zesde staan of vijfde. Dus dat is nog niet heel Oh, erg gaaf. oké. Oké, wat zijn jouw doelen voor dit seizoen als speler en ook als voor het team? Ja, wij hebben als team sowieso weer een puntenrecord gesteld. Dat wij top 8 willen eindigen. Ik ga even kijken hoeveel punten we vorig jaar hadden. Dat willen Oké. we namelijk nu gewoon weer verbeteren eigenlijk. Oké. Ja, vorig jaar hadden we dan zeg maar 56 punten. Dus stel Oké. dat dit zo mooi zijn als we 60 punten halen bijvoorbeeld. Oké. En ja, voor mezelf, ik wil gewoon zoveel mogelijk minuten bij Jong AZ maken en belangrijk zijn voor dat team. Als het lukt, doorstromen naar AZ1 en anders ja, bij een andere club carrière verder maken. Oké. Heb je al eens voor het eerste team meegetraind of zelf een wedstrijd gespeeld? Ja, ik ben op trainingskamp mee geweest. Oké. 2 jaar geleden. In Spanje toen. Dus dat was wel heel erg vet. En ja, voor de rest af en toe meetrainen als er jongens niet zijn. Of oefenwedstrijden tegen één doen we ook af en toe. Bijvoorbeeld interlandperiode komt er nu weer aan. Dan gaan we vaak met één trainen. Omdat de Oké. jongens van jong weg zijn. Ja. En ook van één. Dus dan maken we vaak een beetje een mixgroep. Dan train je ook met één. En ja, of weer ook onofficiële wedstrijden gespeeld al. Mooi, 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 mooi. Kan je misschien meer over je voetbalcarrière vertellen? Dus vanaf hoe oud was je begonnen met voetballen en voor welke clubs heb je allemaal voor gespeeld? Ja, ik ben op mijn 4e ben ik begonnen hier om de hoek. Bij HSV Heilo heet het. Ja, daar heb ik dus gespeeld tot mijn 10e.
En toen, toen ben ik gescout bij, bij AZ. Mm. En dan moet je een soort van stage lopen, moet je dan. Dus dan krijg je talentendagen en dat soort dingen. Ja, ja. En ja, dat heb ik goed gedaan. En toen werd ik aangenomen. Eigenlijk een jaar voordat het nog mocht. Dus het was een jaar te jong eigenlijk nog. Oh, oké. In 2012. Want die jongens waren allemaal een beetje 11. En ik was er maar 10 nog toen. Dus ja, ik was toen nog wel heel erg klein. Dus ik heb een jaartje nog de onder 12 nog een keer extra gedaan. Voor het tweede jaar. Mm. En ja, vanaf daar elk jaar doorlopen eigenlijk van de jeugdopleiding van AZ. Echt van onder 12 tot jong AZ. Ik heb in onder 14, onder 15, onder 16, onder 17 en onder 18 ook heb ik voor Oranje Jeugdelftal gespeeld, zeg maar. Oké, ja, ja, ja. Dus daar heb ik ook wel echt mooie wedstrijden mee kunnen spelen. En ja, de Youth League heb ik ook gespeeld. Heb je daar iets van meegekregen van de Youth League ook? Ik keek vroeger wel een paar keer van de Youth League. Ja, van, ja die hadden, dat is toen hadden we gewonnen toen. Oh, van welk jaar was dat? Dat is 2022, 2023 was het. Oh, dat dus seizoen, zeg maar. Net pas. Dus niet lang geleden was dat? Nee, het is 2 jaar geleden hadden we het gewonnen. Oh, okay. En tegen wie was de finale? Was dat? Tegen Hajduk Split. Hajduk Split, welke land is dat? Kroatië is dat. Oké. Dat is Youth League van onder 20 of onder... Ja, dat is een onder 19 competitie, maar daar mogen ook mensen van onder 20 meedoen, zeg maar. Oh, zo. Ja. Ja. Nice, man. En je hebt zeker vanaf kleins af aan gewoon in de linksback positie of rechtsback positie gespeeld? Of ook andere posities? Ja, ik ben echt vroeger in de onder 12, onder 13 stond ik ook op het middenveld. Mm-hmm. Maar dan speel je op half veld. Dus dan ben je een beetje aan het roleren en dan ga je een beetje je positie zoeken. Maar uiteindelijk ben ik toch zeg maar, een linie naar achter geschoven en naar rechtsback gegaan doen. En ja, eigenlijk tot de onder 17, onder 18 op rechtsback gespeeld. En toen ben ik naar linksback gegaan. Van wie heb je geleerd om te kunnen voetballen? Ja, het zit sowieso wel een beetje in mijn familie. Ik heb best wel veel ooms en opa's die dan op voetbal hebben gezeten vroeger. En ja, met mijn broer. Mijn broer die heeft ook bij AZ gevoetbald vroeger. Oké. Okay. Quinten. Ik heb vroeger heel veel met hem gevoetbald. Oké. Okay. Dus ik denk dat ik van hem wel zeg maar, het meest heb geleerd dan vroeger. Ik heb met hem het meest gevoetbald namelijk. Hij speelt ook in dezelfde positie of andere positie? Ja, hij is ook rechts- en linksback. Maar hij is nu wel gestopt hoor, met voetbal. Oh, al gestopt. Ja, hij is nu wel gestopt. En in je carrière en ja, ook in je leven, wie zie je als grootste inspiratie voor jezelf? Echt als voorbeeld in, als yeah, voetballer. Ik vind Arnold van Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Ja. Vind ik een hele goede back met zijn passing. Dat okay, vind ik heel erg mooi om te kijken. En nu heb je Frimpong die het heel goed doet bij Bayer Leverkusen. Zeker. Veel diepgang en snelheid en aanvallend vermogen ook heel erg. Dus ik denk dat wel twee backs zijn waar ik echt graag naar kijk. En ja, Cancelo ook. Een linksback met zijn rechterbeen. Klopt. En tot nu toe, wat is je mooiste moment in je voetbalcarrière? Mooiste moment? Ja, ja. Zo. Ja, ik heb wel veel mooie momenten, denk ik eigenlijk. Ik denk dat ik sowieso met Oranje die jeugdwedstrijden, dat je dan interland speelt, dat zijn wel echt hele mooie momenten op die leeftijd. Mm-hmm. Ja, wij hebben bijvoorbeeld de Youth League gewonnen toen. En dan ben je zeg maar kampioen van Europa. En wij gingen tegen de kampioen van Zuid-Amerika spelen. Dat was Boca Juniors. Okay. Dus toen hebben wij in het stadion gespeeld met echt 50.000 oh, Argentijnen of zo daar. Dus ik denk dat is denk ik wel het beste wat ik heb meegemaakt op dit toe. Oh, jullie speelden in Argentinië? Ja. Oké. Okay. Die Argentijnse fans die zijn ook wel echt voetbalgek hoor. In Indonesië ook wel, hè? Indonesië is nog gekker. Ja, dat is niet normaal. Dat is denk ik het gekste. Ja, klopt. Oké, en dat was een oefenwedstrijd of gewoon echt voor een beker of zoiets? Ja, dat ging zeg maar om de wereldbeker. Als je die won, dan was je zeg maar wereldkampioen. Als voetbalspeler, wat zijn jouw sterke kwaliteiten op het veld? Ja, ik ben best wel een allround back. Dus ik ben wel sterk. Snel, goed in de duels. Ik hou ook van om veel aan te vallen, om assists te geven en goals te maken. Okay. Dus ik denk dat ik een beetje zo'n back ben. En waar zou je nog meer in willen verbeteren als speler? Ik denk het samenwerken met mijn zijkant. Want als back moet je natuurlijk de mensen voor jou goed neerzetten. Klopt. Dus ik denk dat echt het coachen en het leiding geven daarin, dat het nog wel beter kan. Ik vind het ook fijn om aan de binnenkant te spelen, op het middenveld, vaak uit te komen.
denk ik wil ook wel meer goals en assists gaan geven. Dus in aanvallend opzicht meer rendement behalen. Dat is natuurlijk in het voetbal het belangrijkste wat je kan doen. In de toekomst, waar zie je jezelf het liefst spelen? Lijkt me heel erg mooi om in Spanje te voetballen. Gewoon door het land, maar ook door de competitie. Ik vind dat echt een hele mooie competitie. Ja. Dus ja, clubs als Girona en Villarreal, dat soort clubs. Dat lijkt me wel heel erg vet om voor te spelen. Oké. Geen... Barcelona. Ja. Yeah. Barcelona is ook niet slecht. Barcelona ook niet slecht. Ben je fan van Barcelona of Real Madrid? Ja, ik ben Barcelona fan. Oh, Barcelona fan. Bro, wat is je geboortedatum? Ik ben van 2004. 2004, dus... Ja, 28 mei 2004. Dus nu 20 jaar? Ik ben 20. 20 jaar. En wat is je lengte? Ik ben 1,75 ben ik. Oké, 1,75. In Indonesië zijn ze over het algemeen wel wat kleiner, hè? Indonesië is meestal 1,70. Maar als misschien een stopper of zoiets, echt centrale verdediger, ja, kan wel 1,80 zijn. Is meestal ja. 1,80. Ja, Mees Hilgers is ook wat groter natuurlijk. Mees is 1,85 denk ik. Denk ik dan. Ja, klopt. Je hebt ook zelf Indonesisch bloed, begreep ik. Klopt. En wie van je familie komt uit Indonesië? Het is van mijn moeders kant, is dat? Oké. Okay. En mijn opa en mijn oma zijn allebei Molukkers. Dus mijn moeder die is zeg maar volledig Indonesisch. Volledig. En ik ben dan een halfbloedje. Oké, okay, halfbloed. En oké, okay, uit Maluku dus. Maluku. Ja, Maluku, ja. Oké, okay. En ben je al zelf naar Indonesië geweest, of Maluku? Nee, nog niet. Ik ben nog niet nog geweest. Niet? Het lijkt me wel heel erg leuk om te gaan. Ja. Dat land is sowieso echt niet normaal mooi. Maar het is wel heel erg ver natuurlijk. En die Zeker. Voetbalvakanties die zijn niet heel erg lang. Ja. Dus ik hoop dat ik ooit nog een keer heen mag. Ja, dat moet je doen, man. Misschien drie weekjes. Ja. 3 weekjes kort, maar is Ja, zeker. Echt vet daar zo. Kook je of eet je ook... Daar in Nederland, Indonesische gerechten. Ja, mijn oma die kookt wel heel erg vaak. Oké. En dat is vaak bami of rijst met groenten. Dat, Okay. dat soort gerechten. Wat is je favoriete gerecht, Indonesisch gerecht? Hoe heet dat soort van rijstepap waar je dan soep bij doet? Met kippensoep. Rijst. Een soort van doorzichtig is het. Soto soep. Soto ayam? Ja, dat is Soto ayam, Soto ayam? Ja. Oké. Ja, dat is top. Volg je of kijk je Indonesisch voetbal? Misschien de nationaal elftal? Ja, zeker, zeker. Ja? Je volgt het goed? Sowieso nu... ik volg het nu wel goed met die WK-kwalificaties. Oké. Okay. En sowieso met al die spelers die zeg maar ook daarvoor uit willen gaan komen. Alle halfbloedjes. Dus yes. Het is wel heel vet waar ze mee bezig zijn nu allemaal. Heb je misschien de laatste twee wedstrijden gevolgd? Van tegen Saudi-Arabië en tegen Australië? Ja, het niveau van het team is gewoon heel erg goed. Het staat verdedigend Ja. ook echt goed. Oké. Je hebt echt veel goede spelers nu ook. Bijvoorbeeld Tom Haaien, die heeft lang bij ons meegetraind in de voorbereiding. Om Oh fit ja? te blijven. Maar dat is ook gewoon, ja, als je daarmee traint, dat is gewoon echt kwaliteit. En dat soort spelers zitten daar nu in de selectie. Dat is gewoon echt. Ja. Ja, dat is echt mooi. Ja, veel spelers die ook. In Nederlandse competitie spelen of Europese competitie spelen. Kiezen ook nu meer voor om in Indonesië te spelen. Voor het nationaal elftal. Wat vind je daarvan dat veel spelers daar naartoe gaan? Ja, heel erg mooi. Ik denk voor die spelers zelf en ook voor het land. Het is voor die spelers zelf ook heel erg mooi om voor zo'n mooi land te spelen. Met, ja. met zoveel fans. En ja, bijvoorbeeld een keer voor het eerst WK te halen. Dat soort dingen. Dat is heel erg mooi. En voor het land is denk ik ook heel erg mooi. Want... ja, het niveau van de selectie gaat gewoon omhoog Ja. met die spelers. Dus ik denk dat het iets heel goeds is. Iets heel moois. En wat vind je van de supporters van Indonesië? Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Dat is echt, dat is nu ook echt, er wordt wel over gepraat ook in Nederland. Dat die supporters echt heel gek zijn. Mijn oma had een filmpje doorgestuurd toen. Dat toen Okay. Nederland ver was in het EK. Dat de hele straat ook vol stonden met oranje en zo. Ja. Dus het wordt allemaal wel goed gevolgd daar. Ja. En heb je ook wat meegekregen van de fans misschien op jouw social media, op jouw Instagram? Ja, af en toe dat ze reageren of DM'en, come to Indonesia bro. En ja. Vragen ze of ik moeilijkste roots heb en dat soort dingen. Dus wel, het is wel leuk dat ze misschien ook, dat ze ermee bezig zijn. En ja, Indonesië heeft nu ook een kans om naar de
wereldkampioenschap te gaan. Ze zijn nu bezig met de kwalificatie. Ja, klopt. Hoe groot is de kans, denk je, dat ze door kunnen gaan naar het WK? Ja, ik denk dat de kans er sowieso is. Eerst of tweede worden, dat is natuurlijk wel lastig. Maar niet onmogelijk natuurlijk, maar het wordt wel lastig, denk ik. Je hebt natuurlijk Japan en Australië, dat zijn wel echt grote voetballanden natuurlijk. Klopt. Maar ja, derde of vierde plek, dat is zeker mogelijk, denk ik. Derde of vierde plek, mogelijk. Ja, Als zeker. ze derde of vierde eindigen, dan gaan ze door naar de, ik denk de laatste ronde van de kwalificatie. En Ja, klopt. als ze dat goed doen, dan gaan ze door naar de WK. Maar als ze eerste of Dat tweede is wel kunnen erg. worden, nu zeg maar, in deze ronde, dan gaan ze gelijk naar de WK, als het goed is. Binnenkort is weer een wedstrijd, toch? Ja, De ja. 10e volgende. Ja, 10 oktober is weer een Ja, wedstrijd. tegen wie is dat? Is tegen Bahrein. En Oh ja. daarna is, of een paar dagen daarna is tegen China. Ah, oké. Ja, dat soort potjes kan je bijvoorbeeld wel winnen, denk ik. Ja, Als dat je, dan doe je zou weer moeten. goede zaken als je die wint. Klopt, klopt. Dat zou gewoon. Als we die winnen, dan denk ik dat we gewoon sterk in de pool kunnen eindigen, zeg maar. Ja, Dus. daar sta je er goed voor. Ja, misschien voor jezelf. Heb je misschien al van de Indonesische Bond, de PSSI, hebben ze misschien contact met je opgenomen? Ja, er is naar mij nog niet echt iemand toegekomen. Ik heb wel contact nu met met Fardy gehad vanuit Nederland. Oké. Maar ik heb nog niet echt een concreet aanbod gehad van wil je graag gaan komen. Dus Okay. ja, daar moet ik denk ik gewoon goed voor doen bij mijn eigen club. En Ja. ja, het is voor ons wel belangrijk dat mensen weten dat ik Indonesisch ben. Anders Ja, dan. klopt. Ja, ja, Maar ja. nee, ik heb nog niet echt iets gehoord erover. Met Fardy was dat een tijdje geleden of gewoon echt deze tijd, zeg maar? Nee, het was recent. Een beetje. Het was net nadat Mauro Zijlstra. Mauro Oké. ken je ook toch? Mauro Denk ken ik. ik, ja. Ja, Ja, die Mauro. net was daarna. Oh, oké. Heeft hij jou benaderd, Fardy? Ja, ik had via Mauro had ik dat contact. Oké, Dus ja. wat zijn nu wat gesprekken mee. Oké. Om even te kijken wat, hoe het ervoor staat en wat ze van mij vinden en dat soort dingen. Ja. Oké. Je staat er voor open om, stel je voor dat dat gebeurt in de toekomst, dat ze je uitnodigen voor. Ja, ik sta er zeker voor open. Oké. Lijkt me heel erg mooi om voor zo'n land te kunnen spelen. Ik denk dat deel van mijn familie dat ook echt niet normaal leuk zou vinden als ik dat zou doen. Van mijn moeders kant. Ja, ik sta daar zeker voor open. Mooi man, mooi, mooi. Oké. Ja, heb je misschien nog iets dat je aan de kijkers wilt doorgeven of vertellen? Of aan de supporters die kijken? Ja, gewoon lekker doorgaan met het supporten. En de jongens die in Indonesië en hier in Nederland, die vinden het heel erg leuk dat we worden gevolgd, zeg maar. Dat er aandacht voor is. Dus ga zo door. Kan je Indonesisch praten, bro? Of niet? Nee, ja, ik heb een klein beetje woordjes van mijn oma, maar ik heb niet echt, ik kan niet vloeiend praten of zo. Ik Nee. ben bijvoorbeeld minum met drinken en Minum, ja. makan. Makan. Dat soort dingetjes weet ik wel. Oké. Maar eten is jamon brabam of zo? Eten of wat? Eten. Eten, makan. Ah, ja, oké. Eten is makan. En ja, apa kabar is hoe gaat het? Ja, dat lijkt me ook heel erg leuk om dat te leren, die taal. Ik kan je een beetje leren als je wilt. Kan je. Ja, is goed. Ik ga zeggen van niet vergeten om ons interview te kijken. En volg mijn Instagram. Zeg maar jouw Instagram. Is goed. Oké. Jangan lupa. Jangan lupa. Nonton interview kita. Jangan lupa nonton interview Ipan. Kita. Kita, wacht, ik moet heel veel opschrijven, denk ik. Oké, geen probleem. Even een blaadje pakken. Eén momentje, bro. Ik pak heel veel een pen, ja? Geen probleem, is goed, is goed. Je kan wel goed Nederlands, trouwens, man. Ja, ik heb lang in ja, Nederland wat gewoond. Oh ja, oké, vandaar, oké. Ja, Snap ik. Gestudeerd in Nederland. Ah, oké. Nou, wat was het? Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan. Lupa. Lupa. Ya. Nonton. Nonton. En dan interview, gewoon normaal interview. Mm-hmm. Kita.
Kita. Ja. En Ja. dan dan DAN. Dan? Dan Ya. jangan lupa. Dan. Jan, janan, eh? Jangan, jangan. Jangan lupa Follow IG aku. follow who was the last one? IG aku. This IG van Instagram en dan aku. Yeah. Aku is ik. Aku Aku. A aku A K U. dus het Nice. is jangan lupa nonton interview kita dan jangan lupa follow IG aku. Klopt, klopt, klopt. Zoiets? Yes, Oké. perfect bro. Oké. Ik heb nog een aantal kleine vragen, die kan je gewoon snel antwoorden. Ja, tuurlijk. Altijd. Aanvallen of verdedigen? Verdedigen. Verdedigen. Een rode kaart of een eigen goal? Een rode kaart. Rode kaart. Een mooie goal scoren of een wereldassist geven? Mooie goal. Mooie goal scoren. Ja. Ronaldo of Messi? Messi. Messi. Oké. Okay. Ja, zonder twijfel eigenlijk. Indonesisch eten of Nederlands eten? Indonesisch. Indonesisch eten? Oké. Okay. Ja, zeker. In je vrije tijd, blijf je liever thuis of ga je liever uit? Allebei wel eigenlijk. Allebei? Oké. Okay. En tijdens, voor de wedstrijd, tijdens de dag van de wedstrijd, hoe bereid je je voor? Ja, wij spelen vaak om 8 uur, dus in de avond. Oké, ja. Dus dan heb je eigenlijk tot en met 4 uur ben je dan thuis. Dus ja, om dan even thuis te gaan zitten, dat is niet lekker. Dat is geen goede voorbereiding. Klopt. Dus ik vind het leuk om dan eventjes een stukje te gaan fietsen. Of naar een stad bij mij in de buurt te gaan. Om even wel even een beetje in de benen te gaan en even wat leuks te doen. En dan rond 4 uur naar de club toe. Oké. En dan als ik op de club ben, dan gaan we beelden kijken. Dus voorbereiden op de wedstrijd. En daarna fysiek voorbereiden, dus rekken, strekken en laten behandelen door de fysio's. En dan begint de wedstrijd eigenlijk. Als voetbalspeler, hoe belangrijk vind jij dat het mentale aspect is? Ja, heel belangrijk denk ik. Ik denk dat het mentale aspect eigenlijk net zo belangrijk is als het fysieke aspect. Met voetbal. Ik denk als je mentaal goed erin zit, dat je dan ook lekkerder voetbalt. En als je mentaal minder erin zit, dat het ook invloed heeft op op het niveau van je spel, zeg maar. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is. En als laatste kan je je starting 11 opnoemen van beste spelers. Gewoon van ooit? Gewoon in de hele wereld? Die nu nog spelen. Die nu nog Oh, die nu spelen. nog spelen, oké. Okay. Zal op doel Ederson doen van Manchester City. Oké, okay, ja, Ederson. Rechtsback Trent Alexander-Arnold. Op centraal Rüdiger met Van Dijk. Linksback Theo Hernandez. AC Theo, Milan. ja. Middenveld. Zo. Ik vind Gravenberg heel goed doen nu. Van Nederland. Die van Liverpool. Die vind ik heel goed Oh, doen. ja. Van Die mag eigenlijk mee van mij. De Bruyne. de Bruyne, ja. Ja, De Bruyne moet er ook zeker in. Ja, het is jammer dat Toni Kroos net is gestopt. Dat is ook echt een niet normaal goede middenvelder. Klopt, klopt, klopt. Maar mag hij er nog bij, Toni Kroos? Geen probleem, geen probleem. Toni Ja, Kroos? wat een Toni Kroos. Hij is net pas Lekker. gestopt, dus maakt niet Ja, uit. dat ook. In de spits Haaland. Haaland. Dat is niet normaal. Ja, dan doen we links Vinicius en rechts Mbappé. Oké, links Vinicius, rechts Mbappé. Oké, man, ik heb alle vragen kunnen stellen en je hebt ze goed beantwoord. Dus thanks. Thanks daarvoor. Thanks voor je tijd ook. Yes. Ja, jij ook bedankt. Het was leuk om met je te praten, man. Ook leuk, man. Het was een leuk gesprek. Heb je het misschien nog beelden van de wedstrijden die Yes. ik kan gebruiken? Ja, die kan ik wel even vragen. Oké, top. Of Zo. ik kijk zelf even. Dan stuur ik naar je toe, ja? Yes, is goed. Is goed. Oké, man. Thanks voor de tijd. En Yes, tot snel. oké. We spreken elkaar. Doeg, mijn dag. Yes, dus gaan. Oke okay guys, itulah Obriku bersama Sam Rickers. Semoga kalian bisa mengenal Sam lebih baik lagi. Dan semoga kalian suka dengan video Obriku kali ini. Jangan lupa komen di bawah gimana pendapat kalian tentang Obriku kali ini. Dan ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri.
Ya, dukung channelku juga agar aku bisa tembus 1 juta subscriber di akhir tahun ini. And yeah, I see you in the next Aubrey. Peace.